What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Dit was helemaal gek. Doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom, kom, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekkenwerk. Yo, mijn naam is Calvin en het is tijd voor een nieuwe Gekkenwerk aflevering. Jazeker, motherfuckers. Jullie kennen het concept van Gekkenwerk. Ik doe binnen 24 uur de meest idiote dingen. Omdat het gewoon grappig is, omdat het leuk is, omdat jullie het graag willen. Ik laat jullie bepalen welke opdracht ik in de komende 24 uur moet gaan uitvoeren. Dat zijn echt de meest crazy shit. Ik heb een fanaccount een DM gestuurd met de vraag: noem een getal tussen de 1 en de 100. En daarop heeft het lieve fanaccount Calvin.lover gereageerd met getal nummer 37. Dan ga ik even naar de Gekkenwerklijst van 100 meest idiote opdrachten. En daaruit kies ik nummer 37. Die luidt, komt ie! Stalk 24 uur lang een vreemdeling. What? What? Dit wordt fucked up, dames en heren. Goed, dit is het plan. Daar ga ik weer. Even iets doen wat compleet illegaal is. Iemand 24 uur achtervolgen, op de lip zitten, helemaal kapot stampen. Dat mag niet, kijk maar in de wet. Maar goed, ik begin op Amsterdam Centraal. Ik kies daar ter plekke een persoon uit die ik vanaf dat moment 24 uur stiekem moet gaan volgen. In de trein, auto, vliegtuig, thuis, in de zandbak, overal. Dit wordt weer helemaal verschrikkelijk. Behalve het feit dat ik nu officieel 2 gaten in zo'n krant mag knippen en daardoor heen mag kijken vanaf een houten bankje. Net zoals in die films, weet je wel, dat is dan wel weer leuk. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. We zijn op Amsterdam Centraal. Ik praat iets minder enthousiast en luidruchtig als dat je van mij gewend bent. Ik ga iemand stalken, samen met Michael, mijn cameraman. We beginnen hier. We zoeken iemand hier uit. Die gaan we gewoon volgen. En die moeten we 24 uur lang zien bij te houden. Ik heb mijn zonnebrilletje opgedaan, ik heb mijn petje opgedaan. Ik denk dat het gewoon tijd is om iemand uit te kiezen, ja? Ben je er klaar voor? Let's go. Er staan 2 meiden. Ja, weet je, als je dan toch iemand moet kiezen, dan kies dan gewoon een lekker wijf. We zullen zo wel zien of ze naar het station binnen gaan of de stad binnen gaan of wat dan ook. Het gaat beginnen, Mike. Fuck you, man. Ik vind het fucking spannend. We binnen gewoon. Kies hem open. We zijn net het station binnengelopen, dus we gaan sluiten op de trein. En het tempo wel hoog liggen. 15B, toch? Ja. Oh, ze gaan naar beneden. Oké, ze gaan daar naar beneden. Naar beneden? Ja. Ze gaan naar een ander spoor. Hebben ze die genomen? Schiphol Airport. Zullen we die oppakken? Oh, hier staat het niet. Zijn dit ze? Tegengekomen op 14 en deze gaat naar Breda, maar met heel veel tussenstops. Het is een sprinter. Ze zitten achter mij en Michael, kan jij ze zien? Dus Michael houdt gewoon in de gaten. Wanneer ze weggaan, dan lopen we gewoon als achter ze aan. Dit is wel de trein naar Schiphol, hè, trouwens. Het staat ook een koffertje. Ik denk dat ze gaat vliegen. Ja, het is gewoon heel simpel. Als ze gaan vliegen, dan moeten we of in hetzelfde vliegtuig of naar dezelfde plek. Ja, maar hoe gaan ze ooit terug in de duin? Ja, daar moeten we dan iets op bedenken. Ja, wat staan ze nu op? Ze staan op. Ja. Daar. Oh ja. Zo. Ja, zie je. Ja, zie je. Gaat naast ze staan, ja? En? Ik weet het. Wat dan? Naar Berlijn. Berlijn? Ja. Hoe dan? Ze hebben een ticket, ze kijken naar die borden. Ja, waar gaat hij precies vandaan? Ja, wat was het? 10 over? Nee, 4:10. 15:20. Gaat hij naar... Ze moeten nu boeken voor Berlijn tikken. Maar dan moeten we nog wel tickets kunnen krijgen. Amsterdam, Berlijn. En dan terug op morgen of zo. Hier staat hij nog wel. Dit is hem toch? 15:20? Ja. Oh, chill. Zullen we het gewoon doen?
Dat moet wel, anders is het gekker. Ja, oké, anders is het. We gaan naar Berlijn, ouwe. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik twijfel niet, want ik heb het echt gehoord. Maar je weet het nooit 100% zeker. Hey, we zijn onderweg naar de gate. We hebben ze niet meer gezien, dus we weten niet of we in een goede vijver zitten te vissen. Wat we gaan doen, we lopen gewoon even langs B18, want daar moeten we zijn. En dan gaan we gewoon even kijken of ze er zitten. Zagen ze zitten. We hebben wel echt een knappert uitgekozen. Weet je wat we moeten doen? We moeten denk ik gewoon hier bij B20 gaan zitten. En dan gewoon wachten tot die open gaat en pas echt als allerlaatste het vliegtuig in. Zodat ze ons sowieso niet zien. We zitten denk ik wel in hetzelfde busje straks. Maar dat is op zich niet erg. Als we maar gewoon niet bij hun in de rij gaan staan. Dat is denk ik belangrijk. Zitten en zij zitten achterin. Ik denk dat er ruim 10 rijen tussen zitten ofzo. Maar we zitten in ieder geval en in hetzelfde vliegtuig. Dus dat is wel echt. Wij zijn al het vliegtuig uit zoals je ziet. Die meiden zijn nog niet het vliegtuig uit. Die zitten nog achterin. Dus wat wij gaan doen, we gaan hier gewoon chillen. We wachten tot we ze zien, dan lopen we achter ze aan en dan zullen we zien wat er gebeurt. Misschien pakken ze nog een andere vlucht, gaan ze met een auto, trein, taxi, fiets, weet ik veel. We gaan hier gewoon even chillen. Nee, dat zijn ze. Oh ja, chill. Oké. Okay. Ja, daar lopen ze. Ze lopen daar. Nou, we moeten nu naar die taxis toe. We gaan hier achter. Can we follow him? Yes, we can follow. Ze liggen een beetje voor ons. We moeten nu één keer een verkeerslicht tegen hebben en dan zijn we de lul. Jalla, handje! Ja, ze staan nu helemaal daarvoor. Yo, mag je vinger weg, ik moet weer dat zomaar maken worden. Ja, go, 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 go. Go, 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 go. Green, green light. Jalla, handje, green light. Mag die camera weg? Crazy, you crazy man. Relax, my friend. Relax, man. Cocaïne? Ja, dat rijdt, daar rijdt, daar rijdt. Ja, ja, daar rijdt. Go, 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 go. Ja, I'm off. Zo! Daar zie ik die taxi staan, volgens mij. Ja, daar staat die fucking taxi, pik. Daar staat hij stil. Oké, we have to be careful now. Ja, daar gaat hij, kijk, hier gaat hij weg. Zijn ze echt, ja, hier zijn ze eruit gestapt. Deze man. Mashallah, mashallah. Ja, zie je ze? Goed, man. Oké, okay, oké, okay. we have to get out. Ja, draaien? Oké, okay, de situatie is even als volgt. Wij hebben ze net hier zien uitstappen. Dat was hier voor dit soort van hotel waar die tram nu voor staat. Onze taxichauffeur zegt, ja, waar de taxi naartoe is gegaan. Michael heeft ze in een soort van glimps kunnen zien dat ze inchecken. Maar ik vind het een beetje te risky om nu naar binnen te lopen en om zeg maar dan te kijken of ze er zijn. Kijk, of ze gaan alleen even eten of ze gaan daar slapen, maar ik denk het laatste, want ze hadden koffers bij zich. Hier zit een terrasje. En hier gaan we gewoon even chillen. Ik vind het wel echt fucking. Ik vind het fucking gruwelijk. Ik was het aan het kakken en toen kreeg ik een geniaal idee. In Amsterdam gebruik ik wel eens Car2Go. Dat is een soort van autoleen service, huren, 30 cent per minuut. En altijd als ik daar facturen van krijg, die zijn dus naar een bedrijf in Duitsland. Dus ik dacht ineens, hey, maar misschien heb je dan Car2Go ook wel in Duitsland. Dus ik open die Car2Go app. Er zijn fucking veel. Hier is letterlijk één in de buurt. Die is 1 minuut hier vandaan. Die ga ik straks gewoon ophalen. Dan zet ik hem hier neer. Dan wachten we gewoon tot die chickies naar buiten komen. En waar ze naartoe gaan, dan rijden we ze gewoon achter ze aan. We hoeven helemaal niet met taxichauffeurs die knettergek in de bol zijn. Kunnen we gewoon even zo'n waggie huren. Je ziet me zo aankomen rijden. What up, boys? Welkom in onze achtervolgingsauto. Laten we gewoon in de auto gaan zitten. Even alle spullen erin. En dan gewoon wachten tot ze naar buiten komen. Ik durf niet te kijken, weet je wel. Kun jij kijken? Nee, kijk onze kant op. Ze zijn de weg aan het zoeken, heb ik het idee. Komt de tram. Nu moeten we even scherp zijn of ze de tram ingaan. Kut. Nog een tram. Nee, kom maar goed. Volgens mij gaan ze niet de tram in, hoor. Kom, weg. Kut tram. Oprotten. Oh, ze zijn er nog. Ja, dat echt. Ze zijn er nog. Oh, fucking kut tram.
Ze gaan lopen, ze gaan. Ja? Oh, dat is de taxi, dat is de taxi. Ja, nee, dat is gruwelijk. Dat is perfect. Gast, ben je er klaar voor? Ben je er fucking klaar voor, pik? Oké. Hey. Oké, okay, let's go. Ze zagen er echt prachtig uit, dus ik denk dat ze gaan eten of zo. Maar het is nu een uurtje of 6:30. Of ze gaan op stap of iets. Maar zo zagen ze er wel uit. Kut. Doodlopend. Kut. Draai. Zo, dit was fucking spannend, ouwe. Ja, ik ga hem hier gewoon ergens parkeren. Zet hem hier. Ja, niks aan laten liggen, toch? Kom. Kijk, ze zijn hier om de hoek gegaan, toch? Niet te opvallend veel, want straks staan ze en ik om het hoekje. Ja, ik zie ze. Ja, ik zie ze daar. Ik zie ze fucking daar, ouwe. Oké, we hebben ze weer gevonden. Dit is gewoon een winkelcentrum of zo. Ja, nou, we gaan hier gewoon naar binnen, toch? Dus kijk. Ze gaan fucking hoog. Ze gaan echt fucking hoog. Ik zag ze op het nummertje klikken, helemaal bovenaan. Ik vind het zo ziek wat we aan het doen zijn. Zij zijn op de bovenste. Daar is een strandbar. Ik denk dat ze daar gewoon even wat cocktailtjes gaan klappen. What the fuck is dit nou even? Ja, hier is de trap. Anders doe jij gewoon even niet filmen nu. Zal ik hem in de tas doen? Ja, doe jij hem in de tas, dan ga ik gewoon met GoPro. Oh, kijk dan, joh. Ja, ik zie ze. We hebben ze gezien. We hebben ze zien zitten. Het plan is dat we achter ze gaan zitten, zodat we ze wel in de gaten kunnen houden, maar dat ze niet naar ons kunnen kijken. Ja, klaar voor? De dames zitten hier nog steeds. Ze zitten wel een beetje verderop, dus we kunnen ze lastig in beeld brengen. Als we ze filmen, dan filmen we ze een beetje van achter, want anders zien ze ons. Maar volgens mij is het logisch dat je weer voor dezelfde plek naar buiten gaat als je naar binnen komt. Het zag er niet echt uit alsof er meerdere uitgangen waren. Volgens mij zijn ze weg. Zijn ze weg? Volgens mij wel toch? Nee. Kut. Ze zijn gewoon echt op het moment dat wij bepalen wat ons plan is, zijn ze gewoon vertrokken. Daar lopen ze. We hebben ze wel, Dick. Hé, maar hoe gruwelijk is dit? Ik dacht echt dat we ze kwijt waren. Ja, maar we kunnen ze nu gewoon van bovenaf bekijken. Ik dacht echt van nu is het klaar, oprecht. Het was serieus fucking bizar. Wij zijn ook hard die trap afgegaan. Ja, maar jij zit nog steeds fucking mooi. Je staat tril op je benen, man. Pas op, ze kunnen je nu zien. Ja. Zien ze weer lopen, fucking ver weg daar tussen alle mensen. Misschien dat ze ook wel lopend gaan. Ja, ze gaan daar naar binnen. Oké, top. Oké, we weten waar ze naar binnen zijn gegaan. Ja, we gaan gewoon hier ergens chillen en dan wachten we gewoon buiten. Hier dan? We hebben ons avondeten bijna op en onze dames komen. We hebben een beetje het idee dat ze zich aan het vervelen zijn, dus de kans is best groot dat ze straks weer weggaan. En dan moeten wij erachteraan. Ze zijn dus nu net opgestaan, dus ze lopen de zaken uit. Michael gaat even zeggen welke kant ze op gaan. Ze lopen die kant op. Op zich, ja. Ze lopen gewoon lekker rustig. We weten niet precies waar naartoe, maar ze hebben niet echt haast. Ja, ze gaan gewoon naar het hotel lopen. Nou, nee. Ze lopen heel de andere kant op. Daar zijn ze wel. Ja, ze gaan naar de binnen toch? Ja. Ze zijn weer ergens naar binnen gegaan om te eten of zo. Wat een vreedzakken, joh. Ze zijn net vertrokken uit het restaurant. Fucking lekker. En ze pakken ook een step. En wij pakken ook een step. Die kunnen hier schijnbaar gewoon allemaal pakken op de straat. We hebben net een app gedownload, maar we hadden toch geen reet te doen. Ik ben een keer eerder zo'n ding gereden. Ik heb dit nog nooit gedaan. Echt niet. Zodra zij wegrijden, dan gaan wij er fucking achteraan. Kijk, zij gaat. Oké. Okay.
We zijn net op Berlijn gechased met die fucking stepjes. We rijden deze straat uit en we staan letterlijk nu gewoon weer bij het hotel van vanmiddag. En Michael heeft ze daar gezien. En ik vind de kans ook aardig groot dat ze hier gewoon weer zitten. Eigenlijk moeten we hier ook gewoon een kamer boeken. Denk we dat ze dat gewoon checken? Ja. We zijn in de hotelkamer. Ja, ik denk dat we nu even snel water drinken, even snel pissen. Dan weer daarvoor buiten gaan zitten en gewoon de ogen in het zuil houden. Wachten. En als ze gaan slapen, dan weten we dat ook. Als ze nog naar de kloten gaan, want zo ziet je er wel een beetje uit. Dan zitten we er dicht bovenop. We hebben even alles in hoog tempo op de kamer neergeflikkerd. We hebben ook de camera's daar even gelaten, want we zaten te denken, mochten ze nou straks op stap gaan, of naar een club of naar wat dan ook, dan weet ik niet of we binnen gaan komen met zeg maar zo'n camera. Als ze op stap gaan vanavond, dan moeten we ze natuurlijk wel weer achtervolgen. En als ze een taxi pakken, moeten wij natuurlijk ook wel weer een auto hebben. Nou, de auto staat klaar. Als ze naar buiten komen, dan kunnen we gewoon instappen. De koffie is op, dus we gaan gewoon alvast in die auto zitten. Got a hole in my head. Stepjes. Wij zitten in een auto, dus dat wordt super creepy. Ze zien er wel weer fantastisch uit. Ze hebben wel weer hun best gedaan. Oké, ze gaan nu. Oké, ja, begrijpelijk. Oké, daar gaan we weer. Kijk daar, in de verte. Daar steppen ze. Kut! Oké, laat de auto neerzetten. Ja, pak die fucking step, jongen. Daar is een step. Fuck you. Go. Ja, chill. Michael, jij ziet ze nog, toch? Ja, ze zitten fucking ver voor ons. Maar we zien twee van die klote rode stipjes. We hebben ze nog wel. Maar holy fuck, jongen. Auto weer aan de kant gezet. Wat is dit voor nacht? Oké, we zijn weer even half Berlijn doorgestept. We hebben ze hier naar binnen zien gaan. Maar ik denk dat ze hier dus dan lekker de hele avond naar de kloten gaan. Klaar voor? Let's go. Ja? Als je daar even op inzoomt, dan zie je dus die blonde aan de achterkant. Blonde koppie. We hebben ze gewoon nog steeds. En we weten nu ook waar ze naartoe gaan, dus dat is fucking chill. Maar wat is dit, joh? Maar we gaan maar ook gewoon in de rij staan, toch? Volgens mij zijn zij binnen. Wij zijn ook bijna binnen, maar ik besef me net, dit is gewoon een soort AFAS live. Dus ik denk dat het nog wel een uitdaging is om ze te vinden. Dit is wel kut, hé. Luister dan. Ah, kloten. Ze hebben ons gewoon geskipt. Ze zeiden, hé, gast, welke DJ draait er vanavond? Wij zo, ja, weet ik veel. Wij zo, ja, het is gewoon een leuk feest, toch? Ja, wat is het voor feest? Hoe heet het feest? Weet ik veel. Daar hadden we iets mee ons huiswerk moeten doen. Ik wil eigenlijk nu even ergens in de buurt even zitten, even nadenken wat een goed plan is. En dan gaan we gewoon weer door. Het is bijna 3 uur. We zitten hier al om de hoek van die kutclub die ons niet naar binnen liet. Een beetje bier weg te tikken, want ja, je moet toch wat op deze zaterdagnacht. Maar straks gaan wij waarschijnlijk gewoon een uur of twee voor die kutclub zitten waar we niet binnenkwamen. En wachten tot we een blonde chick met een iets kleinere brunette naar buiten zien lopen. En dan gaan we weer een step bestellen en daar weer. Het is zo fucking cool. We zijn terug. We gaan hier nu gewoon wachten totdat we onze vriendinnen naar buiten zien lopen. En dan gaan we weer achter ze aan. Ervan uitgaande dat ze nog binnen zijn. Het is nu 4 uur. Ik ga gewoon weer naar binnen proberen te gaan. Ik ga het gewoon nog 1 keer proberen. Even solo. Michael, succes. In het Duits. Hij zei, wisten ze wat passiert? Ik zo, James Ruskin was de DJ. Hij zo, I told you before. Still no. Het is serieus. Ik ga het jullie laten zien. Het is nu 20 voor 6.
Het wordt gewoon licht. En we hopen gewoon dat we die chicks naar buiten zien lopen. Maar misschien zijn ze er al helemaal niet meer. Ik word helemaal gek. Ze komen naar buiten, pik. Ze komen eindelijk fucking naar buiten, pik. Het is letterlijk 6 uur. Ze zitten om zich heen te kijken. Ik weet niet waarom. Ze zijn er gewoon nog. Daar zijn we fucking blij mee. En we staan nu om het hoekje, want waarschijnlijk gaan ze hier een taxi pakken. En dan pakken wij er ook een. Zijn ze. Oké, ze gaan nu weer letten. Oh, ze pakken die stepjes. Dan moeten we nu fucking snel zijn. Die staat breed. Oké, de jacht is geopend. We zijn onderweg. Ja, dit is gruwelijk. Precies, gewoon weer, man. Wat is aan het doen? Ja, ik denk dat ze aan het navigeren zijn. Go. Dit was kut. Oh, dit was kut. Ik heb het niet gefilmd. Nou, je gelooft niet wat er gebeurt, maar we meeten elkaar weer op een kruispunt. En zij zegt, hey, zijn jullie Nederlands? En wij zo, nein, we zijn Duits. En wij slaan gewoon een random steeg in, daar zijn we nu. Om maar gewoon van ze af te zijn. Maar dit was heel heftig. Zo. Het was de eerste confrontatie. Ze zijn sowieso terug naar het hotel nu. Ja, we zijn bijna bij het hotel. Ik hoop dat ze ook een beetje bezopen zijn. Dus dat ze dit morgen allemaal een beetje vergeten zijn. Maar dan moeten we het morgen nog wel even finishen, man. Ja, ik denk dat het handigste is als we gewoon naar het hotel gaan. Rustig naar het hotel. En dan maken we even een plannetje in de hotelkamer, ja? Wat we eigenlijk moeten doen is weer morgenochtend tegenover gaan zitten. Kopje koffie, wachten tot ze naar buiten komen. Mogen ze nu niet meer kwijtraken. Ik wil wel heel graag even een paar uur slapen. Anders gaan we echt kapot. Wat is de dames en heren? Goedemorgen, motherfuckers. Het is 8 uur. We hebben 1 uur geslapen. En we gaan nu weer in de auto zitten. Hier wachten. Tot onze meiden eventueel naar buiten komen. Ik voel me zo kut. We moeten nu extra voorzichtig zijn. Dus we staan nu met de achterkant naar het hotel van de auto. En nu wachten we gewoon. Maar ik voel me echt gaar. We zijn weer naar buiten gekomen. Ze lopen daar. Ik kan ze filmen. Ze gaan even geld binnen, denk ik. Oké, ze staan bij de stepjes. Ze zijn even een filmpje aan het maken van zichzelf. We wachten gewoon tot ze vertrekken op de step is. Dan rijden we weer achter ze aan. En dan gaat de stalking game gewoon weer beginnen, dames en heren. We zijn weer onderweg. We rijden echt super langzaam, dus het voelt echt super verdacht. Soms zet ik hem gewoon even aan de kant en dan halen we het later wel weer in. Nu zijn ze lopen, nu moeten we echt langzaam zijn. Het wordt gewoon rijden en dan weer stilstaan en dan weer rijden en dan weer stilstaan. Super lastig, want wij willen natuurlijk jullie laten zien, dus we willen het filmen. Maar dat maakt het 10 keer verdachter. Dus anders kunnen we gewoon heel erg op afstand blijven. Maar nu gaan we steeds dichtbij, want we willen gewoon goede shots hebben. Daar gaan ze. De meiden die niet weten dat ze worden gestoken. Ik denk dat ze allemaal een stepje pakken. Yes, juist. Nou, gaan we weer stepjes achtervolgen, hè? Ze gaan parken nog. Ja. Hebben ze het park in zien gaan? Precies daar. Ze zetten nu die step weg. En dan gaan we ze gewoon lopend achtervolgen. We zijn hier ook. Het is 1 fucking drukte. Ze lopen daar. Ze niet kwijtraken. Dit is echt 1 grote mensenmassa. Ik weet niet waar we precies beland zijn, maar er lopen alleen maar mensen. We zijn hier het park in.
mensen, joh. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze een beetje uit het oog ben verloren. We blijven gewoon rondkijken. Waar de fuck zijn ze gebleven? Fuck! Ik moet gewoon rondje lopen. Ja, ik weet, kijk al deze fucking mensen, man. Wat de fuck zijn die? Misschien zijn ze gewoon niet hier. Misschien zijn ze gewoon even door dit ding heen gelopen. Kom nou. We hebben niet voor niets fucking 6 uur gewacht voor die klote club. Volgens mij. Heel even goed kijken. What? Volgens mij zijn het ze. Ja, ze zitten zeg maar. Je hebt allemaal die traptreden hier ook. En ze zitten op de onderste traptreden. Gewoon recht. Zeg maar tegenover me, waar ik nu naartoe kijk. Volgens mij ook. Ja toch? Dit zijn ze toch? Ik denk het wel, ik kan haast niet. Zullen we heel even dichterbij, kijken of ze het echt zijn. Kijk, als wij hier omlopen, komen we bij hun kant uit. Dan gaan we gewoon een paar rijen achter ze zitten. Ja? Ze zitten zeg maar achter die boom daar ook. Volgens mij, ik zweer het, dit zijn ze gewoon, gast. Ga gewoon daar zitten, ja? Het moet gewoon even 1 uur worden en dan zijn we klaar, gast. Dan kunnen we ze gewoon, dan kunnen we het moment gaan doen. Ik denk wel dat we goed zitten, gast. Ik moet echt mijn enthousiasme inhouden, maar dit is fucking bruut. Oké, het is tijd. Mijn hart klopt in mijn keel, want ik vind dit fucking spannend. 7-1, het is gelukt. Ik ga ze nu confronteren. Ik weet niet wat ik ga zeggen, maar we gaan het wel doen, ja? Ben je klaar voor mij? Zeker. Oh, ik shake gewoon. Hoe raar is dit? Mag je even tussen jullie komen zitten? Nou, dat dacht ik al, ja. Kom maar even tussen zitten. Al jullie gisteravond gestapt, hè? Oh, nee! Zijn jullie in Nederland? Yes! Ja, jullie waren er gewoon groeiend bij. Jullie willen het weten, kom op, vertel. Ik heb een nieuwtje voor jullie. Vertel. Ik heb jullie 24 uur lang gestalkt. Vanaf Amsterdam Centraal tot hier. En jullie gingen... Overal gestalkt. We sleepen sliep in hetzelfde hotel als jullie. Ja, overal. Maar we hadden jullie door, hè? Ja, op de stem. Ja, op de stem. Ja, hadden jullie door. Dat was verschrikkelijk. Het was de eerste confrontatie. Die zijn in Nederland. Are you Dutch? No. En no, ik link af. Ik dacht, nee, dit kan niet voetbal zijn. Maar meiden, het is ons wel gelukt. We zijn jullie niet kwijtgeraakt.